De mol heeft voor het eerst daadwerkelijk kunnen mollen nadat hij zijn taak heeft opgekregen. En we hebben een eerste afvaller, Liesbeth. Dames en heren, ik ben Jarin en welkom bij de Mol Hints en Theorieën 2019. Je weet niets. Maar dat wil niet zeggen dat er niets is. Dames en heren, welkom terug bij deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Jarin. En vandaag zit ik hier alleen, zoals je ziet. Ik heb er vandaag niet bij. Ik doe de aflevering vandaag in mijn eentje. We hebben vandaag een paar theorieën verzameld. Niet superveel deze keer. De aflevering was heel goed, vond ik. En zeer leuk. Maar er zaten weinig dingen in waar je van kunt zeggen. Ah ja, dat is een verwijzing of dat is een hint. Maar in ieder geval, er zijn er toch enkele die we gevonden hebben. Als eerste is er iemand een theorie naar Axel opgestart. En dat gaat over het feit dat bij de test die ze de kandidaten moeten maken, om dus te zeggen wie dat zij denken dat de mol is en wie het meeste. Zo, de test gewoon. In ieder geval, bij de test krijg je beelden te zien van de test. En ziet je ook sommige mensen klikken op een bepaald ding. En bij de eerste drie beelden die in beeld komen, staat daar eerst, wordt daar aangeduid, man. Dan wordt er aangeduid wie is mol? Axel. En dan is er de vraag wat is het beroep van de mol? En wordt er aangeduid piloot. Er zijn er dus drie op een rij die alle drie dus eigenlijk naar Axel verwijzen als hij de mol zou zijn. Ik bedoel, Axel is een man, Axel is Axel zijn naam en hij is een piloot. Dus zou dat dan een verwijzing zijn naar het feit dat Axel de mol is? Vervolgens hebben we volgens deze persoon een hint richting Eva de advocaat. Want bij de opdracht waar ze zo moeten wandelen naar een bepaalde plek en onder de weg een paar opdrachten doen, dragen ze zo'n lode bol mee. Zo'n lode bol dat zou kunnen verwijzen naar het feit dat dus eigenlijk een soort van gevangenen zijn. Zoals gevangenen van heel lang geleden en in vaak ook nog series, tekenfilmseries en zo, die bol aan hun been moeten dragen. En dat zou verwijzen naar gevangenschap. En dat zou verwijzen naar het feit dat de mol een advocaat kan zijn, dus Eva. Nou, iemand heeft hier daar ook wel weer de kritisch voor geweest en heeft opgemerkt dat, ja, ik weet niet, volgens mij lag die proef al langer vast dan dat de mol was gekozen, maar Eva is ook mijn verdachte nummer 1. Deze persoon zegt, ja, die proef lag al vast voordat ze wisten dat ze Eva ging nemen. En dus hoe kan dat dan naar haar verwijzen? Maar iemand heeft hier ook iets gezegd en dat vind ik wel een interessante, want daar wil ik misschien even een discussie over starten. Zou dat zo kunnen zijn? Iemand zegt hier, tenzij ze een scenario hadden van de opdrachten voor de drie kandidaat-mollen en afhankelijk van hun keuze een andere set opdrachten kiezen. Deze persoon stelt dus, ze zijn vertrokken met die 10 mensen. Uit die 10 mensen hadden ze op voorhand al 3 mensen gekozen waar ze van dachten dat gaat een goede mol zijn. En die 3 hebben dan in de vorige aflevering dat schermpje gekregen van jij kunt misschien de mol worden als jij je kanten bewaart en zo. En dus hadden de mensen van de mol, dus de regie, de mensen die het programma maken, hadden die op voorhand 3 scenario's liggen, afhankelijk van wie dat ze uiteindelijk kiezen voor de mol. Dat vind ik een heel interessante. Zou dat iets wat ze kunnen doen, of is dat dan weer te veel moeite? Want ik denk wel dat er... Ik denk, oké, dan gaan ze waarschijnlijk niet alle opdrachten aanpassen. En dan gaan er wel hetzelfde zijn misschien als die het op zo'n manier doen. Maar zou dat een ding kunnen zijn dat ze doen? Dat ze echt verschillende scenario's hebben gemaakt afhankelijk van wie dat de mol werd. In ieder geval, dan is het ook nog iemand opgevallen dat tijdens de begingeneriek, en dat is mij ook opgevallen, dat het begingeneriekje met iedereen, alle kandidaten, die een beeldje uit een opdracht of iets dergelijks, dat zij er zo worden uitgehaald, en dat je dan de naam ziet en het beroep en volgens mij de leeftijd ook van de kandidaat of de mol. Maar in ieder geval, het feit is dat bij alle kandidaten komt er een beeldfragmentje tijdens die begingeneriek uit een opdracht. Behalve bij Martijn. Bij Martijn nemen ze een stukje waarin hij in zijn kamer zit en tegen zo die standaard camera die daar staat praat.
En dat viel mij ook meteen op toen ik de begingeneriek zei. Ik zei, wacht, waarom zit hij niet bij een opdracht in, het, in de intro? En zou dat dus erop kunnen wijzen dat dat dan de mol is? Nou, iemand anders hier op de wieisdemol.be website, op het forum, heeft daar een andere theorie over, over waarom het feit dat hij apart in de kamer zit bij de begingeneriek. Niet dezelfde theorie die ik had, gewoon dat de mol is, maar een ingewikkeldere. Deze persoon zegt, ik lees gewoon het volledige bericht voor. De drie personen die misschien de mol kunnen zijn, zijn Elisabeth, Eva en Bruno. De winnaar is Martijn. Waarom ik die denk, is door de begingeneriek waar ze de personen en hun namen laten zien. De eerste paar personen laten ze zien terwijl ze de jumpproef doen. Drie personen laten ze zien tijdens de Wie is de Mol-proef. Dat zijn ook de enige drie waar Jo in de begingeneriek een vraag aan stelt. Dus ik vermoed dat dit de drie misschien mollen zijn. En Martijn laten ze zien in zijn kamer. De enige in een niet-proef. Dus de winnaar van de mol dit jaar? Vraagteken. Dat vind ik, dat is een zeer goede opmerking inderdaad. Van het feit van ze laten drie mensen zien bij de begingeneriek tijdens die, de molproef. Waar ze moeten bewijzen dat ze cool kunnen blijven. En dat was mij dan niet opgevallen. Mij was alleen opgevallen het feit dat Martijn zo alleen in zijn kamer zit. Maar inderdaad, dat kan wel dat dit het is. Aangezien dat Martijn volgens mij in dat ding zegt van ja, spannend op jacht naar de mol of zo. Volgens mij is dat wat hij zegt. En dus kan dat dan heel goed zijn dat hij dan de winnaar is en dat ze dat op voorhand al zo laten zien. Dat vond ik een zeer goede theorie. Dan in de tweede aflevering van dit jaar hebben we een eerste keer eigenlijk al de stem van de mol kunnen horen. Nou ja, de stem van de mol, een heel hartsvervormde stem van de mol. En ik heb volgens mij online nog niks gezien van mensen die het geprobeerd hebben terug om te vormen naar wat het echt was. Maar in ieder geval, we zouden kunnen toch al proberen gewoon aan de hand van wat er gezegd is, welke persoon dat is. Ik heb van vele mensen ook op de wieisdemol.be website en ook op andere fora en op persoonlijke berichten, zelfs iemand die ik ken stuurde ook naar mij, de mol is een vrouw, zeggen veel mensen, aan de hand van hoe dat die zich uitdrukt qua welke woorden zij gebruikt en zo. Ik heb ook wel iemand de opmerking zien maken op de wieisdemol.be website dat misschien de woorden wel ja, echt van door de mol zijn gesproken en dat ze die wel bepaald heeft wat hij ging zeggen. Maar dat hij eerst verteld heeft wat hij ging zeggen aan de mensen van de mol. En dat die dat eerst hebben aangepast zodat dat algemeen Nederlands werd. Zodat er geen dialectwoorden in zaten. En et cetera, et cetera. Omdat, ik bedoel, wij zijn... Dit jaar ook weer zijn er weer heel veel verschillende uit verschillende provincies en delen van het land die nogal een ander accent hebben. Hebben we trouwens een... Ja, we hebben twee Antwerpse mensen dit jaar, denk ik. Antwerpen, mijn homestead. In ieder geval, ik wil zoals elke week ook even naar de Follow the Money kijken, maar alleen het enige ding is, de Follow the Money van deze week is niet zo interessant, omdat iedereen staat gelijk, omdat de opdrachten tot nu toe alleen maar echt grote groepsopdrachten waren, waar dat niet echt heel goed individueel geld verdiend kon worden. Dus heeft iedereen gewoon gelijk en dus valt er nog niks op aan de Follow the Money, maar misschien komt daar volgende week verandering in. In ieder geval, we kunnen wel even een kijkje nemen naar wie dat er het meest verdacht wordt op de wieisdemol.be website op dit moment. Op dit moment is dat met een heel grote voorsprong van 20% Elisabeth. Elisabeth de spoedarts. En dat vind ik vreemd, want ik weet niet, Elisabeth, niks van hint zie ik naar haar komen, niks van theorie zie ik naar haar komen. Ik vind haar niet verdacht toen tijdens de afleveringen. Dus ik weet niet, ik sta niet echt achter deze, deze keuze van waarom zij het verdachtst is. Maar in ieder geval op de tweede plaats hebben we Eva met 18%. Daar gaan bijna al mijn theorieën van vandaag gingen naar Eva. Dan op de laatste plaats 3% naar Bruno. Bruno wordt blijkbaar het minst verdacht door iedereen. En dan gevolgd door Ingrid en Axel die het minst verdacht worden. Axel had ik toch ook wel één theorie over vandaag. Maar in ieder geval, ik vind het dit jaar heel moeilijk. Vorig jaar had ik heel snel eigenlijk kunnen... En heb ik heel snel besloten wie dat ik dacht van, dat is de mol. Bij de voorstelling van de kandidaten was ik al direct, Pieter is de mol. En toen was Pieter de mol. En doordat ik dat vorig jaar zo goed had, ben ik dit jaar een beetje bang dat ik foute gokken zijn dat we een beetje gaan maken. Maar ik ben toch eigenlijk een beetje aan het inzetten op Martijn. Ik vind Martijn toch verdacht en... Ik weet het niet. Vooral nog altijd door de vorige aflevering in de auto achteraf waar hij zo was van... Ja, ik denk dat ook dat de mol hier zit. Ik vond dat toch een heel verdacht ding. Dus daarom zeg ik toch nog Martijn.
Maar in ieder geval, dames en heren, ik wil eerst en vooral de wiesdemol.be-website bedanken. Dat heb ik nog niet gedaan in deze aflevering. Ik haal de meeste theorieën en hints haal ik van hun website, van het forum waar dat mensen dat kunnen posten. Check dat zeker uit als jij geïnteresseerd bent in de mol. En dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. En dan rest er ons natuurlijk nog één vraag. Wie is de mol?